Haag. Ik ben een van de teamleden van de Raad van de Actiebandage. En zoals je kunt zien is ook Sinterklaas bij mij thuis geweest voor mijn zoon Noah. En waarschijnlijk komt de kerstman ook weer aan met enorm veel speelgoed. En onder dit alles hoop ik dat wij niet vergeten dat er in Nederland bijna 1 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Wel onder 311.000 kinderen. Dit zijn dus kinderen waarvan waarschijnlijk de ouders gewoon geen geld hebben om tijdens deze kerst en nieuwjaar geen geld hebben om cadeaus te kopen. En daarom gaan mijn familie en ik deze kerst op zoek naar mensen of kinderen of goede doelen zoals de speelgoedbank om een gedeelte van het speelgoed weg te geven. Want dat hoort ook bij een duurzaam leven. Dus doe jij mee? Laat mij weten wat jij gaat doen om aan arme mensen wat te geven. En zodat de anderen ook kunnen inspireren om dat ook te doen. Hartelijk bedankt.